Ja, het overkomt je. Het is een fractie van een seconde. Je ziet iets en dat is het. En dat is een bijna fysieke ervaring. Van top tot teen. Dit soort ervaringen houden de kunstenaar al jaren bezig. De doorbraak die was in 1964. En toen kwam dus eindelijk datgene aan bod wat mij dus totaal beheerste. En nog. Het houdt niet alleen Fuit bezig, maar ook vele liefhebbers. Niet alleen bij veel particulieren en bedrijven, maar Marinus Fuit heeft ook posities in verschillende musea. Waaronder denk ik het belangrijkste museum, het Rijksmuseum, maar ook Museum Arnhem bijvoorbeeld. Het Frans Hals Museum heeft 20 werken ook en daar zijn we ontzettend trots op. Alleen miste voor de 88 jaar oude Fuit, die daarmee Haarlems oudste actieve kunstenaar is, nog dat ene andere grote museum in Haarlem. Dat je dan toch door het Tijlenmuseum bent opgepikt. Ook al hebben we dan uit onszelf en de stichting aangeboden. Hè. Zo is de volgorde. Je krijgt toch normaal wel een stichting bij het overlijden? Ja, dat zou je denken. Hè? Maar een belangrijk kunstenaar heeft nu al een stichting. Daar zijn we ontzettend trots op dat het Tijlenmuseum het ontvangen heeft. Maar wat ze ook doen, dus zij conserveren het werk natuurlijk ook. En laten het zien op het moment dat het ertoe doet. Vanaf het allereerste begin verzamelen we levende kunst, zoals het toen in tijd genoemd werd. Je kunt echt ook de ontwikkeling zien. Dus we verzamelen zowel levende, eigentijdse kunstenaars, maar ook altijd al oude meesters, ook weer als voorbeeld voor de kunstenaars van nu. Nou, aangezien ik inderdaad nog leef, voel ik me daar zeer op mijn plaats.